Wat is de fascinatie met zo'n kerstdorp? Nou, het was gewoon omdat we het leuk vonden. Maar die had feitelijk geen vaccinatie had hij ervoor. Piet Overdijk, zijn huiskamer is helemaal in kerstsfeer. Het is eigenlijk één groot kerstdorp. Of is het misschien wel een kerststad, Piet? Nou, het is feitelijk een kerstdorp. Zijn het allemaal. Maar die huizen, dat zijn van Lemax, zijn ook bestaande huizen in het buitenland. En zijn het dan voornamelijk huizen vanuit het buitenland of zijn het ook Nederlandse, een stuk Nederlands kerstdorp? Nou, het is meer een deel uit buitenland en een paar uit Nederland op deze kant. Stadhuis uit Gouda, een Zaanse molen. En de andere molen, dat is bijna hetzelfde als de molen van Noordman. Hoe ben je daar zo bij gekomen om zo'n kerstdorp te bouwen? Nou, dat was jaren geleden. Mevrouw die vond die kersthuisjes mooi. En toen hadden we die kersthuisjes met vaccinelichtjes in. Nou, die knalden uit elkaar. Toen zijn we begonnen met die huisjes te kopen. En dan voor de verjaardag, omdat ze met 5 december jarig was, kochten we een paar huisjes voor de verjaardag. En dan het geld wat ze kreeg, kochten we ook huisjes daarvan. En is het dan iets wat je een beetje in ere houdt, ook vanwege je vrouw? Ja, dat klopt. En als je dan bepaalde dingen uitpakt, is er dan nog een speciaal gevoel bij? Nou, je denkt er altijd aan. Het is best een moeilijke tijd natuurlijk. Ja, dat wel, maar fijn. Je moet ermee leven. En wanneer, ik kan me voorstellen, zo'n kerstdorp, dat bouw je niet op in een middagje. Het is niet de kwestie van, ik maak een doosje open en ik zet wat neer. Nee, dat niet. Dat is, deze tijd doet het langer. Want vroeger deed ik het na feest, 5 december, naar de verjaardag, ging ik beginnen. En dan was ik op tijd klaar. Maar nou, tegenwoordig lukt het niet meer. Dus nou is het 2 doosjes naar beneden halen om het op te zetten. Ja, dat duurt enorm lang. En wanneer ben je begonnen dit jaar? Ik ben nou begonnen met augustus. Dus eigenlijk al sinds de zomer, toen het hier bloedheet was, ja, was jij al een kerstdorp aan het bouwen? Ja, dat klopt. Ja, en nou, in augustus ben je dit jaar begonnen. Wanneer was het klaar? Nou, dat was oktober. En tot hoe lang mag het nou blijven staan? Wanneer moet het weer opgeruimd worden? Nou, ik laat het staan even kijken. Je hebt eerst de 3 koningen en dan een week later ga ik het rustig aan opruimen. En hoeveel tijd zit daar dan nog in? Nou, er zit ook wel een behoorlijke tijd in, want zo snel gaat het niet meer. En tijdens het opbouwen, is dat dan iets waar je de hele dag mee bezig bent? Of is het echt zo van, nou, ik doe het een uurtje op een dag en dan is het weer mooi geweest? Ja, dat wel. 'S Ochtends een paar huisjes en dan 's middags weer een paar huisjes. En dan is het genoeg, feitelijk. Heb je niet eigenlijk dat je nu al denkt, oh, ik heb het wel weer gezien met al die kerstspullen? Of kan het eigenlijk niet lang genoeg duren? Nou, ik vind het leuk als ze zo staan. Voor mij mag het langer blijven staan. Laat je niet gewoon het hele jaar staan? Nee, dat niet. Omdat, laat maar zeggen, op sommige punten op de kast staan er andere dingen wat het verder voor het hele jaar staat. En komen er dan veel mensen kijken naar je kerstdorp? Nou, laat me zeggen, de kinderen die voorbij lopen, nou, die kijken naar me. En de eerste paar jaar, nou, dan kwamen ze naar binnen om te kijken. Dan vonden ze het mooi, vooral de buurtkinderen. Maar ja, dat mag nou eigenlijk niet meer, hè, vanwege corona? Nee, dat mag niet meer. Maar fijn, ze staan voor de ramen te kijken, dus ze zien het ook.